voor sommigen is het misschien al eerder naar de middag toe. Maar laat het ons maar bij goedemorgen houden. Bedankt voor jullie komst naar deze persconferentie in zaken de voorstelling van het N-VA-programma. En laat mij onmiddellijk als lijsttrekker met de deur in huis vallen. Wij zijn geen eurosceptici. Wij onderkennen zeer duidelijk de verdiensten, meervoud, die Europa heeft. En het voorbeeld dat ik als econoom uiteraard altijd graag geef, is de interne markt. Ik heb vaak het gevoel dat wij dat een beetje te veel als een gegeven, dat er nu eenmaal is, beschouwen. Maar zonder die eengemaakte markt zou het voor de Vlaamse economie, voor de Vlaamse KMO's, een heel ander perspectief zijn dan het vandaag is met die eengemaakte markt. Dus wij willen een beter Europa, wij willen een meer efficiënt Europa, maar we zijn dus, ik herhaal duidelijk, geen eurosceptici. Waar hebben wij dan wel een probleem mee? Dat is de voorbije legislatuur toch nogal nadrukkelijk aan de orde geweest, dat Europa zeer vrijgevig is met allerhande, ik zou bijna durven zeggen, wilde plannen die gelanceerd worden en waarbij we dan à fur et à mesure moeten ontdekken en ontrafelen dat er misschien toch niet zo goed over nagedacht is en dat een aantal gevolgen van wat men lanceert onvoldoende, om niet te zeggen in sommige gevallen, niet in rekening gebracht zijn. En als u nu denkt dat ik refereer aan de Green Deal, dan hebt u zeer goed gedacht. Want ik denk dat dat net een van de voorbeelden was van waar het op dat vlak fout gelopen is. Het is misschien tekenend dat meneer Timmermans met de Noorderzon vertrokken is, maar wel iets achtergelaten heeft waar we in de komende legislatuur serieus zullen moeten aan werken om dat te doen landen op een manier die ook sociaal-economisch valabel is. Europa moet zich focussen op zijn kerntaken, die zijn er voldoende. Ik denk bijvoorbeeld aan het uitbouwen van een pan-Europese energy grid, dat we eindelijk allemaal verbonden raken, zodanig dat heerschappen als meneer Poetin minder hun gang kunnen gaan wanneer het erop aankomt de energiebevoorrading van Europa op de helling te zetten. Europa verliest zich te veel vandaag in onhaalbare doelstellingen. En uiteraard, het wordt soms beschouwd als een dooddoener, maar het is wel de keiharde realiteit. Een regeldrift die echt wel op een aantal punten buitensporig is. We hebben een heel duidelijk Europees programma met sterke kandidaten, waarvan er vier hier vooraan zitten, maar er nog meer op de lijst te vinden zijn. Diverse achtergronden, diverse netwerken, diverse leeftijden, diverse expertises. Ook valt het ons op, we zijn nu toch al even in de campagnemodus, dat het vaak opperde gegeven van ja, Europa blijft toch voor veel mensen een ver van hun bed gegeven, dat deze keer, en het is toch mijn derde campagne voor Europa, toch wel minder aan de orde is. En dus met andere woorden, Europa is meer aan de orde. Als ik vandaag de boer optrek, dan merk ik toch wel duidelijk dat er bij de mensen meer interesse is en voor een stuk ook meer kennis van wat er in Europa ruilt, wat er in Europa zeilt. Er zijn ook heel veel vraagtekens bij de mensen en soms heb je echt wel enige tijd nodig om een aantal punten aan geïnteresseerden duidelijk te maken. Maar ik heb de campagne gedaan in 2014, in 2019, nu opnieuw. Het is voor mij heel duidelijk dat de aandacht van de doorsnee burger voor Europa vandaag groter is dan in de twee voorgaande campagnes. Heel veel vraagtekens, ook heel veel kritiek. Maar ook kritiek is een uiting van aandacht en dus dat kunnen we alleen maar toejuichen. Vooraleer het woord te geven aan Asita, Chris en uiteraard ook Geert. Misschien toch nog een paar punten van mijn entwege. Eerst en vooral zal de komende legislatuur zeker in grote mate in het teken staan van de geopolitieke situatie, die toch wel erg precair aan het worden is. En je moet niet per se pessimistisch zijn, maar het is toch moeilijk om optimistische tendensen te onderscheiden in die
internationale omgeving. Er is uiteraard het dramatische conflict in Gaza. Er is het conflict met Oekraïne, of het conflict rond Oekraïne, waar er volgens ons toch veel meer aan de hand is dan alleen maar een groot land als Rusland dat op een zeer agressieve manier zijn hand uitsteekt naar een onafhankelijk land. Het is daar een strijd om waarden en normen. Het gaat om democratie, het gaat om persoonlijke vrijheid, het gaat om waardigheid, het gaat om zelfstandigheid. En in die zin is onze steun voor Oekraïne ook onvoorwaardelijk. Zeker ook omdat met name een land als China de battlefield in Oekraïne duidelijk als een experiment ziet van hoe zij naar de toekomst toe westerse eenheid kunnen en moeten inschatten. En dat zal voor een aantal andere heikele punten in de internationale geopolitieke situatie zeker consequenties hebben in de komende jaren. Nog een paar woordjes over het Europese budget. Iets als wat mij als ondertussen gewezen voorzitter van de begrotingscommissie binnen het Europees Parlement uiteraard nauw aan het hart ligt. Die jaarlijkse begroting gaat over 180 à 190 miljard en is eigenlijk voor ons een begroting uit het verleden. Een derde van die fondsen gaat naar de zogenaamde structuurfondsen. Een derde gaat naar landbouw en een derde gaat naar al de rest, inclusief bijvoorbeeld de lonen van Europees personeel, Europese parlementsleden, Europese commissieleden en dergelijke meer. Als je dan ziet voor welke uitdagingen we staan, economisch, sociaal-economisch, rond digitalisering, rond klimaat, rond artificial intelligence, dan is dat uiteraard, ik herhaal, een begroting uit het verleden die dringend moet hertekend worden met de behoeften van de toekomst meer op de voorgrond dan wel de ervaringen uit het verleden. Wil dat zeggen dat wij pleiten voor een grotere Europese begroting? Nee, absoluut niet. Wij pleiten heel nadrukkelijk voor verschuivingen. Belangrijke verschuivingen, niet 1 of 2 miljard, maar enkele tientallen miljarden die moeten verschoven worden in die begroting en die dan op zich wel een belangrijke aanzet kunnen zijn om die toekomstbegroting recht te geven. Wij zijn ook uiteraard geen voorstander van nieuwe Europese belastingen. En wij vinden ook dat het vetorecht, zeker wat de fiscaliteit betreft, onverkort overeind moet blijven. Er wordt vandaag ook veel, en dan sluit ik af en geef ik graag het woord aan de drie collega's, gesproken over het fameuze coronafonds, de Recovery and Resilience Facility, 735 miljard. En dan zegt men, of hoor je toch in veel kringen, kijk, dat is een mooi voorbeeld van wat Europa kan doen, dus laat ons dat nu maar opnieuw doen om bijvoorbeeld ook een defensiefonds te gaan creëren. Hold your horses. De commissie zelf zegt heel duidelijk, met dit fonds is toch wel gebleken dat we 1. Zeer erg moeten opletten met overlap met andere fondsen. 2. Het is voor de commissie lang niet altijd duidelijk waar het geld finaal naartoe gaat. Als je geld overmaakt naar een bepaald land en het blijkt dat dan de centrale bank van dat land de ontvanger van dat geld is, dan is het duidelijk dat dat niet het eindpunt is. Maar de commissie geraakt niet verder. Dus dat zijn zaken waar we toch wel naar de toekomst toe eerst eens heel goed moeten nagaan hoe we dat kunnen corrigeren. En dan spreek ik nog niet ten derde over de fraudegevallen, waarvan er nu 2 boven water gekomen zijn, maar waaromtrent er zeker nog meer aan de oppervlakte zullen komen. De European Public Prosecutor's Office zit met redelijk wat dossiers op zijn schoot die in dat verband u niet echt vrolijk maken. Ik zou het woord nu willen geven aan Asita Kanko, nummer 2 op de lijst, vervolgens Chris en dan Geert over de diverse topics waar zij mee bezig zijn of naar de toekomst toe gaan mee bezig zijn. Alsjeblieft. Ja.
Dank je wel, Johan. Goedemorgen, goedemiddag. Welkom iedereen. Ik zou willen beginnen met één punt te benadrukken. We hebben de afgelopen jaren gezien wat er zich allemaal afspeelt in Europa. Zeker omtrent onze veiligheid, omtrent onze waarden en normen, over de taboes die heersen, wanneer je daarover ook wel wil praten. En dan merk je ook wel in de politiek en hoe men samenwerkt op Europees niveau in het parlement, wat gevoelig is, wat je kan oplossen en waar de taboes te veel op tafel blijven liggen. Ik ben zelf in het Europees parlement de afgelopen 5 jaar bezig geweest met vooral veiligheid en defensie, vrouwenrechten, mensenrechten over het algemeen, justitie en geopolitiek binnen de commissie buitenlandse zaken. Dit zijn de punten waarover ik zal praten. Eerste punt over veiligheid en defensie. Wij waren tevreden met het voorstel van Breton om op industriële vlak een echte strategie uit te werken. N-VA was daar allang vragende partij om zo'n ecosysteem uit te bouwen en onze bedrijven te integreren in zo'n project voor de toekomst. Want anders zijn wij niet in staat om bepaalde cruciale materiaal te leveren of onze veiligheidsketen solide te houden. Dus dat verwelkomen we. Het komt rijkelijk laat, maar dat zullen we sowieso ook wel verder aanwerken, zoals we allang in Vlaanderen doen, ook zeker al onder Geert Bourgeois al, en nu onder Jan Bon. Wat de bedrijven betreft die dan bevoegd zijn om materiaal te produceren die noodzakelijk zijn voor wapens of voor onderdelen daarvan, is er in Europa ook wel meer belofte dan concrete ondersteuning. Dus dat zo'n strategisch plan is, toont aan dat we de komende 5 jaar sowieso wat harder eraan zullen kunnen werken. Over veiligheid en defensie nog altijd. Te weinig aandacht voor de geopolitieke aspecten die Europa vandaag de dag bedreigen. Ik neem een voorbeeld zoals de Sahel bijvoorbeeld. De Sahel is heel weinig aan bod gekomen in het Europees parlement. Maar je ziet nu, in een land als Burkina Faso gaan kinderen Russisch moeten leren. Wagner Groep is daar, Al-Qaeda is daar, IS is daar. Ik heb zelf met mijn eigen ogen gezien in Irak, toen de coalitiepartners ons tijdens een missie nog beelden aan het tonen waren, hoe dat de IS-terroristen zich aan het verplaatsen waren richting de Sahel. Daar kan je goud vinden, daar kan je verstoppen. En daarmee zijn ze nu op dit moment bezig en ze nemen heel veel over. Je hebt miljoenen mensen die nu verplaatst, die nu niet meer toegang hebben tot een normaal leven, geen ziekenhuis, geen school. En jihadisten die nu ook in het noorden van Burkina Faso. Dus je ziet, alle grenzen daar zijn dan geraakt. Je hebt Côte d'Ivoire, Mali, Togo, Benin, Niger. En daarboven ook wel Nigeria en Senegal. Er heerst overal een groot stabiliteitsprobleem. Nu zijn er zelfs landen. Ik heb een persmededeling gezien waarin, zowel in Mali, maar ook in Burkina Faso, waar ze mensen willen verplichten om in het leger te komen. Die zijn echt andere tijden. Dus we kunnen wel grote migratie-issues verwachten van die regio, maar ook wel het gevaar van de terroristen die niet alleen daar toeslaan. We dachten dat toen ze in Syrië waren, maar ze hebben wel impact gehad, helaas in Europa ook, en een grote migratiecrisis veroorzaakt. Dat is één van de voorbeelden waar te weinig aandacht is vanuit Europa. En je hebt natuurlijk ook wel Johan had het over de fondsen, hoe dat onze fondsen ook wel in het buitenland gebruikt worden. Letten wij heel goed op over de afspraken die gemaakt zijn op vlak van buitenlandse zaken, op vlak van mensenrechten. Daar doen we te weinig voor, omdat er weer dan taboes zijn in de discussies in het parlement. En daar moeten we zeker beter voor gaan opletten, richting het Midden-Oosten, maar ook in onze relatie met China, in onze relatie met landen die dicht bij Rusland staan, moeten we opletten. En wat onze relatie met de VS betreft, is het wel aan het versterken. Dat moeten we wel versterken, maar betere afspraken maken over onze industriële, over de industriële houding van de VS. Maar daar zal Geert misschien wat meer over zeggen, omdat hij bezig is met handel. Maar je ziet, onze bedrijven ook op vlak van defensie zijn wel enorm benadeeld, omdat de VS zeer protectionistisch is. En wij moeten hier onze strategie en ecosysteem gaan uitwerken. Een laatste punt over veiligheid en defensie. Onze beste garantie is de NAVO.
collega Theo Franken heeft daar veel over gezegd. Ik ben het ditmaal met hem echt absoluut eens. Nog over andere dingen ook. Maar hij heeft uitgebreid verteld hoe dat het zit met de NAVO. En daar moeten wij allemaal, net zoals de landen van het Oostblok, gaan bijdragen, beter bijdragen. Omdat we de veiligheid te veel voor lief nemen. En dat is gevaarlijk. Een Europese leger, voor ons is dat gewoon fantasie. We moeten vooral gaan investeren in de NAVO. Voor zover over veiligheid en defensie. Uiteraard moeten we ook wel nadenken over het imago van Europa. Over waar wij voor staan. Dat we dat niet alleen met woorden zeggen, maar ook wel met daden ondersteunen. Een tweede punt ging over justitie, over vrouwenrechten. We hebben veel gewerkt in het parlement. Andere parlementsleden hebben we daar niet zien opdagen van andere partijen, maar wij waren wel aanwezig. We hebben gewerkt rond de allereerste richtlijn tegen geweld tegen vrouwen. Helaas is verkrachting niet aan bod gekomen wegens juridisch-technische problemen. Maar dat is dan één punt dat voor ons een prioriteit zal zijn. Seksueel geweld tegen vrouwen zeker verder aanpakken. Maar ook wel onze waarden en normen op dat vlak blijven beschermen. Het is taboe geweest om een Europese commissaris, een commissie voor vicevoorzitter voor de bescherming van onze manier van leven te benoemen. Toen bepaalde partijen zich boos gemaakt hebben, heeft men dan gezegd, ja, dat is nu voor het promoten van onze manier van leven. Wij als N-VA willen onze manier van leven beschermen. We willen een Europa dat onze waarden en normen beschermt. We gaan niet bedelen over onze eigen principes. En waar kritische stemmen verstommen of niet meer durven opstaan, zullen wij weerstand bieden. En dat is ook wel een kern van ons programma, onze Europese waarden en normen verdedigen. Op vlak van asiel en migratie hebben jullie dat ook al allemaal meegemaakt. Ik heb een bijzonder rare erfenis gekregen in het Europese parlement van dossiers die super oud waren, waar men nooit oplossingen had voor kunnen vinden over migratie. Toen de Europese Commissie met voorstellen kwam in 2020, was een deel daarvan wel mooi. Centrumrechts, wij stonden daarachter, maar het werd verzwakt door het parlement. We zijn tot conclusies gekomen. Ik heb mee onderhandeld aan een aantal van die dossiers. We zijn vooruit gegaan op bepaalde vlakken, maar op andere vlakken compleet ter plekke blijven trappelen. Waardoor dat taboes over terugkeerbeleid op tafel blijven liggen. Waardoor dat de oorspronkelijke reden waarom dat er nu een migratiecrisis is, waarom dat de migratieproblemen niet opgelost worden, nooit besproken wordt. Dus in eerste instantie moeten mensen aan de grens zijn in Europa voordat ze asiel kunnen aanvragen. Maar we zouden ook wel de andere oplossingen moeten ontwikkelen, zeker in de regio. En asiel en migratie durven externaliseren en die gesprekken niet langer taboe maken. Wij willen dat er afspraken gemaakt worden met derde landen en dat we de mensensmokkelaars werkloos maken. Dat is het principe. Als we dat punt niet oplossen, dan kunnen we niks. Dan kunnen we niks doen. Dan zullen altijd mensen uitgebaat worden. Zal er altijd heel veel geld verdiend worden door die mensensmokkelaars. Zal dat geld wit gewassen worden, geïnjecteerd worden in de reguliere economie. En dat voedt allerlei andere vormen van criminaliteit, zoals illegale wapenhandel of drugscriminaliteit en de georganiseerde misdaad moeten we in Europa kunnen aanpakken zonder te veel zwarte geld rond te zien gaan zoals nu. En daarom hebben we ook in de commissie Libe, ik heb daar ook aan enkele dossiers gewerkt, tegen de georganiseerde misdaad en hoe dat wij geld witwassen kunnen aanpakken. Maar dat is allemaal gerelateerd, hè? De kindermisbruik, dat is allemaal gerelateerd, vrouwen die gedwongen worden in de prostitutie. Dus in feite is de illegale migratie niet humaan. Het geeft alleen maar miserie en het verrijkt maar één groep mensen, dat zijn de mensen smokkelaars. En daar willen wij verandering in brengen. We hebben nu veel van de 3 van de 10 voorstellen gesteund, omdat het een goed stap vooruit is wat het opsporen van criminelen betreft. Want er zijn er mensen die misdaden plegen in Europa en dan lopen ze rond en niemand weet waar ze zijn. Maar een Europees land moet natuurlijk, je moet weten wie in je land woont en je moet een crimineel kunnen opsporen, kunnen vervolgen. Als je niet weet wie hier is, als er secundaire bewegingen zijn en je weet niet hoe dat mensen zich verplaatsen, dan kun je dan natuurlijk niet, dan kun je je bevolking niet beschermen. Daar willen we aan werken. Een ander punt over veiligheid
en gelinkt ook aan asiel en migratie. En ons terugkeerbeleid is gebaseerd op een zeer concreet voorbeeld, zoals de zaak La Souette. Hoe kon hij hier zo lang blijven, overal naartoe gaan en mensen uiteindelijk doodschieten? Ik heb ook gewerkt aan dat dossier over terrorisme en passagiersgegevens, waar je makkelijker mensen zal kunnen detecteren en doorgeven aan de landen van aankomst. Dat zal helaas pas in 2028 in werking treden, omdat er EU-LISA een groot systeem moet opbouwen, dat nu dankzij die wet van start zal gaan, zodat we er toch voor zorgen dat mensen die misdaden plegen in Europa toch aangepakt, opgepakt kunnen worden en vervolgd kunnen worden, niet zoals nu. En tot slot, over onze leven hier, als Europeanen, ons leven hier. Je hebt het gezien, in Amsterdam zijn er problemen in de universiteiten, maar niet alleen in Amsterdam. Ze overwegen zelfs nu, heb ik gelezen toen ik hier, hier geparkeerd was, dat ze overwegen zelfs een week te gaan sluiten, omdat het niet meer gaat. Wij vinden dat we onze waarden enorm moeten beschermen en dat de samenleving... plekken zoals universiteiten en zo moeten niet gepolitiseerd worden en misbruikt worden voor andere doeleinden. Wij moeten zorgen dat een school bijvoorbeeld, dat een leerkracht les kan geven zonder bang te zijn om vermoord te worden of bedreigd te worden. Dat zijn allemaal zeer cruciale punten die voor ons heel belangrijk zijn. Maar goed, ik had begrepen dat ik 10 minuutjes mocht spreken. Nog nooit zo lang gesproken sinds dat ik Europees parlementslid ben, want dat is 1 minuut in het parlement. Maar goed, dat waren de grote punten die ik wou meegeven. Ik heb ook een boek geschreven, Zoeken naar vrijheid, waar ik al die Europese thema's ook wel in, binnen mijn bevoegdheidsdomein ook wel bespreek. Dus veel leesplezier en ik geef het woord terug aan Johan voor de volgende collega. Dank u, Asita. En de volgende collega is inderdaad nummer 3 op onze lijst, Chris van Dijk, als er iemand de micro... En die doet mij meteen werken, Desi. Die uiteraard ook op een aantal thema's zich gaan richten. Chris. Ja, dank u wel, Johan. Beste mensen, voor eerst misschien een verrassing om hier te zitten na heel veel jaren Vlaams parlement. Maar ik ben zeer trots dat ik gevraagd ben... om de Europese lijst mee niet alleen zomaar te bemannen, te bestaffen, maar wel degelijk met de ambitie om straks ook in dat Europees parlement mee mijn gewicht te gebruiken. Een gewicht dat zowel letterlijk als hopelijk straks ook figuurlijk bepalend kan zijn. Nee, voor alle gekheid wil ik toch ook meegeven. Eerste reacties was van sommigen, ja, die gaan uitbollen in het Europees parlement. Nee. Als we van de Vlaming verwachten dat hij tot zijn 67 werkt, dan gaat de mens die 60 jaar is niet op zijn lauweren rusten. Laat dat heel duidelijk zijn. Ik ben eigenlijk ook fier gevraagd te zijn, omdat ik als ik terugkijk naar mijn politiek verleden, heel actief in de toenmalige Volksunie-jongeren, het Europa der volkeren, dat was ons ideaal, op heel veel plaatsen in Europa geweest. En ik heb zo een beetje het gevoel dat er de kring wat dat betreft rondgeraakt. Ik ben dus fier om straks, als de kiezer het toestaat, om onze groep daar te mogen versterken. Een groep die haar sporen verdiend heeft, die ook op Europees vlak respect afgedwongen heeft. En fier dus dat ik die kans krijg om die grote uitdaging mee aan te gaan. De collega's hebben al een aantal belangrijke punten aangehaald wanneer we zeggen dat Europa meer en meer haar rol vervult of meer en meer haar stempel drukt op onze samenleving. Dat is dan een open deur intrappen. En waar Johan dat straks aanhaalde, bij de mensen voel je het ook. Hè? Er wordt meer en meer over gepraat en ik geef een klein voorbeeld. Ik heb in al mijn jaren heel veel debatten ook gedaan in scholen. En wat stel ik nu vast? Overal is men nu gaan schakelen sinds het grondwettelijk hof beslist heeft dat de 16-jarigen moeten gaan stemmen. Dat is een heel ander debat, maar in ieder geval, scholen zijn gaan schakelen en er zijn enorm veel gespreksvoormiddagen, debatten met parlementsleden, juist over Europa. En op die manier leeft het. En het is ook belangrijk, niet alleen de externe uitdagingen die we hebben, zoals door collega's aangehaald, maar ook intern de rol die Vlaanderen daarin te vervullen heeft. En ik denk dat Vlaanderen ook capaciteiten heeft, mogelijkheden heeft, om binnen Europa mee het verschil te maken. Een eerste puntje dat ik wil aanhalen. Ik denk dat wij in Vlaanderen zeer fier mogen zijn over op een aantal kennisinstellingen. En ik noem dat niet alleen onze universiteiten, maar ook de IMEX, de VITO's, het SCK in Mol.
aan mijn achterdeur, dat instellingen zijn die wat innovatie betreft zeker mee het verschil kunnen maken. En op die manier niet alleen de economie en de klimaatuitdagingen in ons land mee kunnen aanpakken, maar toonaangevend kunnen zijn op Europees niveau. Johan heeft ook al aangehaald het gegeven dat de budgetten van Europa, dat we die willen herlokeren. En ik denk dat er zeker nood is om vanuit Europa meer stimulansen te geven naar onderzoek en ontwikkeling, naar innovatie, omdat we op die manier toch ook het verschil in de wereld moeten kunnen maken. Nu, Johan heeft aangehaald, wij zijn geen sceptici. Ik had vorige week een vraag in een school en we moesten stemmen, eens of oneens, meer of minder Europa. En ik heb mij onthouden. Ik wil niet meer Europa, ik wil niet minder Europa, ik wil een beter Europa. Een beter Europa dat juist weet wat het moet doen, dat rekening houdt ook met zijn culturele verscheidenheid. Wij zijn een land, of Europa is een continent met heel veel talen en culturen, met heel veel volkeren. De ene heeft zijn rechten kunnen vergaren, de andere niet. Ik moet zeggen dat Europa soms remmend werkt als het gaat over de ontvoogding van volkeren, om het verhaal van Catalonië en Schotland niet te noemen. Maar dat we wat dat betreft die culturele eigenheden moeten blijven erkennen en moeten blijven versterken. Wat voor ons heel belangrijk is, dat is ook de subsidiariteit. Wij wensen geen Europese staat die alles van bovenaf zegt. Nee, subsidiariteit is voor ons een zeer kostbaar gegeven. Beslis op het niveau waar het moet beslist worden, waar het beste is voor de mensen. En dat begint in uw gemeente, dat gaat over uw gemeenschap en vervolgens wat je internationaal of buiten uw gemeenschap moet afspreken, dat speelt zich wat ons betreft af op het Europees niveau. En we weten allemaal dat Europees niveau heeft verschillende gewichten. Je hebt de commissie, je hebt de raad, je hebt het parlement. En ik denk dat wat dat betreft het Europees parlement zeker een belangrijke, niet alleen richtinggevende, maar ook een controlerende taak uit te oefenen heeft, opdat ook die subsidiariteit naar de geest en naar de letter uitgevoerd wordt. Wat natuurlijk een heikel punt is voor ons, dat is dat Vlaanderen nog altijd geen stem heeft in de Europese Raad. Wij zijn nog altijd vertegenwoordigd via het federale niveau. En we weten, en binnen Europa zijn er ook heel veel die dat weten, dat heb ik de voorbije jaren ook kunnen ervaren als ik vanuit het Vlaams parlement op bezoek was in andere parlementen, statelijke parlementen, dan wel deelstatelijke, dat het systeem zoals wij het in België kennen, dat uniek is. Hè. Onze deelstaten zijn bevoegd voor de bevoegdheden die hun toegewezen zijn. En zij hebben dat niet alleen intern, maar ook extern. Wij hebben geen federale overheid die corrigerend of beslissend, dan wel belemmerend kan optreden, zoals bijvoorbeeld in Duitsland. Nee, onze deelstaten zijn volledig autonoom en wij denken dat het dan ook belangrijk is dat die stem rechtstreeks mee aan de Europese tafel kan gehoord worden. Ik heb gehoord dat je in het Europees parlement maar 1 minuut mocht spreken. In het Vlaams parlement is dat 2. Ik ben er nu ook een klein beetje over gegaan, maar in ieder geval, de essentie is dat wij vanuit ons programma mee een gewicht willen leggen in de Europese schaal. Het verleden heeft aangetoond dat we dat vanuit een kleine regio en dan binnen naar de Europese normen 700 en parlementsleden. We hebben er ooit op onze top 4 gehad, nu 3, maar dat het wel altijd parlementsleden waren die mee hun gewicht konden leggen. En dan nog 1 puntje dat ik wil aanhalen. Laat ons alstublieft stoppen, en dat is niet voor mij persoonlijk, verstaan me niet verkeerd, maar laat ons alstublieft stoppen met de maandelijkse verhuis naar Straatsburg. Het gegeven dat het Europees parlement in Straatsburg is, ik denk dat dat historisch heel duidelijk is. Als je de geschiedenis van Europa bekijkt, Straatsburg, de stad die de voorbije 2 eeuwen systematisch van land veranderde, Duitsland, Frankrijk, dat daar heel symbolisch dat Europees parlement tot stand gekomen is. Ik denk dat dat heel logisch is, ook heel goed verklaarbaar is. Maar Europa is veel meer ondertussen dan Duitsland en Frankrijk. En als ik dan kijk de uitdagingen die we hebben, ook op klimaatvlak, dat we tegen de Europeaan zeggen, ga een keer spaarzaam om met uw energie. Stop dan met die vervuilende en kostelijke maandelijkse verhuis van Brussel naar Straatsburg.
Dat is eigenlijk, denk ik, ook een punt dat we zeker naar boven moeten schuiven, naar voren moeten schuiven. Ik denk alleen dat onze Franse vrienden daar niet zo tevreden mee zullen zijn. Maar bon, zaken moeten soms ook wel eens aangepast worden. In ieder geval, dat wou ik in mijn kort tijdsbestek aan u voorschotelen. In ieder geval ga ik met heel veel enthousiasme de kiesstrijd aan en hoop ik straks onze rangen daar te kunnen vervoegen. Alsjeblieft. Dank u, Chris. En nu gaan we naar Geert. Hè. Last but not least, zeker en vast, onze delegatieleider de voorbije legislatuur en voor deze verkiezingen lijststuwer Geert Bourgeois. Alsjeblieft, Geert. Dank u wel, Johan. Op mijn beurt allemaal goedemiddag. Ik weeg een klein beetje minder dan onze Chris, denk ik. Maar ik ga toch met mijn volle gewicht duwen op die lijst en proberen om die vierde zetel ook binnen te halen. Ik ben ook ontzettend blij dat ik mag eindigen met het thema welvaart. U weet dat voor ons Vlaamse welvaart in deze campagne voorop staat. We hebben daar zeer goede voorstellen voor. U weet dat wij als allerbeste uit de beoordeling van het planbureau komen. Zowel in zaken budgettaire orthodoxie als in economische groei, jobcreatie, koopkrachtverhoging, investeringen in justitie, politie en defensie. En ook in de Europese Unie is voor ons welvaart een topprioriteit. Dat is niet vanaf vandaag, dat is al de hele tijd zo. Toen ik minister-president was, hebben we al die coherente lijnen die u hier gehoord hebt ook al getrokken. We hebben ook al volop ingezet op verbetering van de Europese welvaart, waar eigenlijk tot nu toe de commissie in tekort schiet. Welvaart en veiligheid gaan topprioriteit zijn in de komende 5 jaar. Ik heb in mijn laatste tussenkomst in Straatsburg, en ik was ontzettend blij, ik had 1,5 minuut, een tussenkomst gehouden over de noodzaak aan competitiviteit. Ik heb 10 voorstellen geformuleerd daar, of het waren misschien 8, ik weet het niet meer. Ik heb ze van buiten opgesomd, denk ik. Maar in elk geval, ons pleidooi is, en dat is enorm belangrijk, dat de nieuwe commissie binnen 100 dagen na haar aantreden komt met een welvaartspact. Een welvaartspact voor de EU. We leven vaak in de illusie dat we in de beste der werelden leven. Maar we vergeten soms eens dat de wereld niet op ons wacht. Hè. Dat er elders enorme welvaartsstijgingen zijn, enorme productiviteitsverhogingen zijn, enorme innovatieve investeringen zijn. En wij missen vaak de boot. Ons allereerste punt is daarbij de voltooiing van de interne markt. Dat is een oude dada van mij. Johan heeft terecht gezegd dat dit ons kroonjuweel is, die interne markt. Die heeft voor de kleine Vlaamse open economie met een kleine 7 miljoen mensen een ontzettende markt geopend, zonder douane, zonder heffingen, met dezelfde productnormen enzovoort. En heeft dus gezorgd voor enorm veel welvaart in de EU. Die heeft gezorgd voor een welvaartsgroei binnen de EU van 9%. Maar die interne markt is nog altijd niet voltooid. We timmeren daar al de hele tijd op. Er moet een interne markt komen in zaken transport, in zaken digitalisering, in zaken energie. Een kapitaalmarkt, onze KMO's. We hebben een enorme handicap tegenover de KMO's in de Verenigde Staten. Die profiteren van die ene grote kapitaalmarkt. En we voegen daar nu ook aan toe voor defensieindustrie. Die grote verschillen in de Europese industrie in zaken defensie, daar moet een einde aan komen, daar moet veel meer in samengewerkt worden. Interne markt voltooien en die markt ook handhaven. De Europese Commissie heeft dat niet gedaan. Wij zien dat West-Vlaamse agrovoedingsindustriebedrijven verplicht zijn om te verhuizen naar Frankrijk, omdat zij anders hun producten niet meer kunnen verkopen in de retail. Daar staat overal Produit de France. En zij wordt dus zonder wetgeving, zonder dat dat officieel is, maar in de feiten is het zo, gedwongen om te verhuizen. Wij vragen al jaren dat er, net zoals voor de handelsverdragen, waar meneer Redonnet aangesteld is om die naleving van die handelsverdragen te handhaven, dat er ook een handhaving zou zijn van de Europese interne markt. Dit ondergraaft de interne markt. Ik ben daarmee toen al naar Juncker getrokken, nu ook naar diverse commissarissen. Verstaker heeft al 1 keer gezegd in een van haar toespraken, er ontstaan helaas nieuwe barrières binnen de EU. Tweede punt om die interne markt niet te laten uitrollen is dat er onmiddellijk een einde moet komen aan die versoepeling van de staatssteunregels. Dit is een grote
Een groot nadeel is dat voor de kleine lidstaten die bij de totstandkoming van de interne markt geëist hebben dat die staatstoerregels dezelfde zouden zijn, want die grote landen, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, hebben diepe zakken, grote portefeuilles, dat wordt nu ook bewezen. Zij trekken de nieuwe technologische industrie aan, de batterijindustrie, de chipsindustrie, enzovoort, enzovoort. En wij kunnen daar niet op. U kent allemaal de discussie over ArcelorMittal in Gent, top van de wereld, in zaken staalovens. Grote vervuiler inderdaad, maar state of the art in alle nieuwe technieken. Kan in Vlaanderen overstap maken, groene technologie, waterstof, elektriciteit. Maar dan komt Macron met een aanbod om dat in Duinkerke te doen, met een aanbod van 1 miljard euro, als ik me niet vergis. Het is een grote fout van de Kro om daar niet een coalitie van kleine lidstaten tegen ingebracht te hebben. Dit moest afgeblokt zijn en dit moet ook stoppen. Dus interne markt verdiepen enerzijds. Die verdieping van die interne markt, die voltooiing, zoals ik geschetst heb, die zou zomaar eventjes een groei van 12% genereren, bovenop de 9% uit het verleden. Wij gaan ook voor welvaart voor onze landbouwers. U weet dat we hebben altijd originele voorstellen, dat wij een voorstel uitgewerkt hebben om de landbouwer meer marktmacht te geven. De landbouwers krijgen al decennia lang, Johan heeft het geschetst, 1/3 van dat EU-budget, om en bij de 60 miljard euro. En hun positie wordt al maar slechter. Het is materiële deprivatie bij de boeren. 25% leeft in armoede. 1 op 7 kan zich geen inkomen uitkeren. Grote psychologische problemen, suïcide enzovoort. En we hebben gekeken, wat scheelt daar nu eigenlijk aan? Waarom moet dat zo zijn dat er 1 beroepsgroep is die directe inkomenssteun krijgt, alle andere beroepsgroepen krijgen dat niet, en toch niet beter wordt. Integendeel, er altijd maar slechter aan toe staat, dat betekent, dat is zo, omdat de boer geen goede prijs voor zijn goede waar krijgt. Hij heeft in die keten met zeer grote spelers, in de toelevering, de mest, de veevoeder, in de grote afnames, heeft hij geen macht. Hij is een kleine boer die alleen staat daarin. En ik ben met mijn voorstel naar Vestager getrokken, die ze toegejuicht heeft. En we zijn ook blij dat we daar zaken in beweging brengen. Dat gaat meegenomen worden in het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid. De commissie maakt daar nu werk van. Die economische positie van de boer moet versterkt worden. Er is een strikt kartelverbod in de EU, terecht, een kartelverbod, maar er is 1 uitzondering, dat is voor de landbouw. Die mogen zich verenigen in producentenorganisaties en die kunnen dan negociëren, met een sterkere macht kunnen die negociëren binnen die grote keten. Dit moet ook toelaten dus om die verschuivingen te doen in dat budget en veel meer te investeren in O&O, in industrialisering, in grensoverschrijdende infrastructuur enzovoort. 2, wij willen absoluut een vermindering van de regeldruk. Die is onder deze commissie doorgeschoten. Alleen al met de Green Deal hebben onze bedrijven meer dan 5000 pagina's nieuwe regels gekregen. Er is een immense regeldruk, immense rapporteringsverplichting waar de bedrijven onder kreunen. Er zijn geen impact assessments gedaan. Wat betekent dat allemaal voor onze economie, voor onze bedrijven, voor onze welvaart? Dat is niet gebeurd. Het roer moet daar volledig om. Juncker, je kunt veel zeggen over Juncker. Von der Leyen was een sterke voorzitter. Juncker, daar kan je veel over zeggen. Maar tenminste had hij aandacht en hecht hij prioriteit aan de proportionaliteit en de subsidiariteit. En wonder boven wonder, wie was de commissaris die dat bewaakte en die dat goed deed? Dat was Frans Timmermans. Die was dus in de vorige periode bevoegd voor het bewaken van proportionaliteit en subsidiariteit. En onder Juncker werd er veel wetgeving afgeblokt. Was er ook een regel 1 in, 1 uit, 1 in, 1 out. Big in big things, small in small things. Dat is allemaal voorbij. Timmermans had een nieuwe functie. Hij was dat vergeten, net zoals hij nu al zijn Green Deal plannen een beetje begraven heeft. Toen hij met zijn botten in de klei stond in Nederland ook gezegd heeft, ja, we zijn misschien wel een beetje te ver gegaan daarin. Maar in elk geval, dit moet terugkeren. Wij vragen een commissaris opnieuw voor het bewaken van proportionaliteit, voor het bewaken van subsidiariteit. En ook de vergunningen, niet alleen voor digitalisering, niet alleen voor groen, moeten veel sneller gaan. Ten derde, veel meer handelsakkoorden. U weet dat na de pandemie de roep ontstaan is voor strategische autonomie. Bij de Fransen had dat altijd een protectionistisch smaakje. We gaan het allemaal zelf produceren. We gaan zelf onze lithiumbatterijen hier hebben. Ik moet nog zien wanneer de eerste lithiumontginningsbatterij in Europa zal geopend worden. Wij hebben daar een nieuwe dimensie aan toegevoegd en die is aanvaard. Het moet
open strategische autonomie zijn. Dus belangrijke vitale sectoren hier hebben, zoals in de chips, maar anderzijds open op de wereld, meer handelsverdragen. Daar is men in tekort geschoten. Handel creëert welvaart, zorgt voor diversificatie van uw aanvoerlijnen en is ook geostrategisch van enorm belang. Ik rond af, ik blijf binnen mijn 10 minuten, hoop ik. Welvaart is voor ons een echte topprioriteit. We hebben 5 jaar transitie gekend. Nu willen we met de N-VA dat de EU inzet op welvaartscreatie, interne markt voltooien, meer handelsverdragen, meer handel, minder verstikkende regels, snellere vergunningen en ook beschermen van onze mensen, veiligheid. Een welvaartspact moet er komen binnen 100 dagen na de start van de nieuwe commissie. Dank u wel. Dank u, Geert. Wij zijn zo duidelijk geweest dat u allicht geen vragen hebt. Of toch? Nee, alle gekheid op een stokje. We zijn er uiteraard nu om eventuele vragen te beantwoorden. Dat kan ook straks nog bij een kop koffie of een andere drankje. Maar please shoot. Ja. U zei dat het fout gelopen is met Green Deal en dat er aan gewerkt moet worden om het sociaal-economisch valabel te maken. Kunt u daar iets concreter maken? Wel, ik heb vaak meneer Timmermans bezig gehoord in het Europees Parlement en ik had altijd het gevoel, en ik heb hem daar ook op bepaalde momenten over aangesproken, dat hij ervan uitging dat we in een situatie zaten volledig afhankelijk van fossiele brandstoffen en dat we met de Green Deal, als het ware in één grote reuzenstap, zouden belanden, bijna onmiddellijk, in een...